Frankincense, essentiële olie van Young Living. Hoe gebruik je het en wat kan je ermee? Ik leg het je uit in deze video. Ik ben Anke van loveforoils.nl en ik help vrouwen de overstap te maken naar een natuurlijke lifestyle met de hulp van essentiële oliën. Nou, de Frankincense essentiële olie, dit is hem. Het is echt een hele fijne olie, vind ik zelf. Met een heerlijke, ja, houtachtige geur, hè, die stimulerend en zowel opwekkend is voor de geest. Nou, de Frankincense essentiële olie, dit is hem. Het is zo'n fijne olie. Dit is één van mijn favorieten. Hij heeft een, ja, frisse, fruitige, warme, maar ook houtachtige geur. Die zowel stimulerend, maar ook opwekkend is, hè, voor de geest. Het is echt een waardevol ingrediënt. De frankincense essentiële olie wordt heel veel gebruikt. Bijvoorbeeld, hè, in huidverzorgingsproducten tegen veroudering en tegen een droge huid. Hij bevat, ja, alfa-pineen en limoneen, waardoor die, ja, bruikbaar is als, ja, als samentrekkend middel. He, dus ik heb bijvoorbeeld de frankincense essentiële olie in mijn huidserum als een beetje, nou ja, he, als een anti-verouderingscrempje, om het zo maar te zeggen. Nou, en daarnaast werkt frankincense ook goed bij ademhalingsproblemen. En frankincense, ja, werd echt traditioneel gebruikt bij meditatie. Het is een hele, ja, spirituele olie, vind ik zelf, die je dus echt super goed kan inzetten bij meditatie, visualisatie, hè, al dat soort dingen. Yoga, hè, is het een super fijne olie voor. Want wat doet het, hè? Het maakt de ademhaling rustiger en het helpt ook om de ademhaling te verdiepen. En dat zijn allemaal dingen die natuurlijk heel fijn en handig zijn, hè, als je met meditatie en dergelijke bezig bent. Nou, op welke manieren, hè, beïnvloedt de frankincense essentiële olie ons, jou? Op verschillende fronten, hè. Op lichamelijk vlak is deze olie ondersteunend voor de huid, het immuunsysteem en het zenuwstelsel. In de diffuser, hè, doe je frankincense in de diffuser, dan werkt die verheffend en opwekkend. En zorgt die voor balans, hè. Hij zorgt onder andere ook voor een emotionele balans. Als het gaat om het mentaal-spiritueel gebied, hè, de frankincense-olie, die wordt al meer dan 5000 jaar gebruikt voor het wakker maken van ons spirituele bewustzijn en de verbinding met onze geest. En zoals ik het zelf altijd zeg, hè, de verbinding met je hogere zelf. Ik vind de frankincense ook heel fijn om daarvoor te gebruiken, hè, om je te helpen te verbinden met je hogere zelf. Bijvoorbeeld, hè, door elke dag even een druppeltje frankincense essentiële olie op je kruinchakra te druppelen. Hij helpt je met het loslaten van gedeelten van je ego die je tegenhouden om de verbinding met je ziel aan te gaan. Maar hij kan ook helpen om gevoelens van minderwaardigheid, hè, en onzekerheid en dergelijke los te laten. Dus wat dat betreft echt een onmisbare olie. Nou, daarnaast werkt de frankincense olie ook aardend, brengt hij balans en geeft hij innerlijke kracht en zelfverzekerdheid. Ja, hij stimuleert psychologische en spirituele verdieping en geeft een gevoel van verbondenheid. En wat het ook doet is dat het helpt om je eigen, ja, individualiteit en je eigen authenticiteit naar buiten te brengen. En hij helpt ook nog bij het loslaten van gebeurtenissen in het verleden. Dus ja, eigenlijk, hè, moet iedereen gewoon een flesje frankincense in de tas hebben. En daarnaast helpt de frankincense dus ook, hè, om je hart, je keel, je derde oog en je kruinchakra, ja, open te zetten. Want ik zei het al, hè, de frankincense is een hele spirituele olie. Nou, op wat voor manieren kan je dan de frankincense essentiële olie gebruiken? Nou, er zijn eigenlijk wel duizenden en één manieren waarop je deze olie kan gebruiken. Om gewoon even een paar ideeën te noemen. Nou, wat natuurlijk altijd gewoon een hele fijne manier is, gewoon een paar druppels aan te brengen op je chakras. Hè? Dus op je kruin, op je voorhoofd, je keel, je hart, welke chakras jij maar wilt. Of op je polsen, in je nek, in het kuiltje hier in je nek. Op je hart sowieso is altijd een fijne plek, onder je voeten. Ja, dat zijn allemaal mooie plekken waar je 1 of 2 druppels frankincense olie kan gebruiken. Je kan hem eventueel puur smeren, maar verdund is altijd handiger. Hè? Vooral als je nog niet heel veel ervaring hebt met het gebruik van essentiële oliën. Een andere manier om de frankincense essentiële olie te gebruiken is om het gewoon te diffusen. Hè? Tijdens meditatie om te verdiepen en een groter spiritueel bewustzijn te krijgen. Wat je natuurlijk ook kan doen, hè, ook een fijne manier, is gewoon 1 druppel
frankincense op je derde oogchakra te smeren. En dat dan 3 maal met de klok mee te draaien. En zo in te smeren. Ook om jou te helpen die verbinding met jezelf te intensiveren. Nou, een meer praktische, fysieke manier om de frankincense essentiële olie te gebruiken is door 2 druppels frankincenseolie door je nachtcreme te doen. Dat helpt om als ondersteuning voor je huid, voor de huidregeneratie, maar ook om gewoon lekker te gaan slapen. Want de frankincense is ook een ontspannende olie. Wil je graag je nagels wat sterker maken? Breng dan 3 keer per week een druppel frankincenseolie aan op zwakke of broze nagels. Smeer ze lekker in en dat ondersteunt dus bij sterkere nagels. Nou, heb je te maken met drukke kinderen? Verdun dan 1 of 2 druppels van deze frankincenseolie met een V6-olie, een goede basisolie. En smeer dit onder de voeten of masseer daar even lekker de nekjes mee in. Nog even een hele fysieke manier waarop je de frankincense kan gebruiken. Want het is natuurlijk een hele spirituele olie. Maar ook fysiek kan deze je goed ondersteunen. Heb je last van een vervelend wratje? Doe dan 2 keer per dag een druppeltje frankincenseolie op dat wratje. Totdat het helemaal verdwenen is. Het kan een paar weken duren. Maar als je gewoon consequent daarmee doorgaat, gaat dat wratje echt weg. We hebben het vorig jaar met onze dochter gehad. En het hielp als een trein. En de laatste manier, het laatste idee eigenlijk hoe je frankincense kan gebruiken. Doe 1 of 2 druppels frankincense op je slapen. En dat helpt bij het geeft ondersteuning bij een betere focus. Nou, dat dus over de frankincense essentiële olie. Nu heb je wat meer ideeën over wat is deze olie, wat doet deze olie en hoe kan je deze olie gebruiken. Wil je meer weten over essentiële oliën? Ja, vergeet dan niet om je aan te melden voor mijn gratis online workshop Wat en Waarom van essentiële oliën. De link daarvan vind je onder deze video. En vond je het een interessante video? Ja, meld je dan aan of abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Zo weet je zeker dat je geen enkele video van mij mist.